AZ en Vitesse strijden om de laatste Europese plek. Excelsior en ADO strijden om de laatste nationale plek. En Heracles sluit het rampseizoen in stijl af. Verder is Pepijn terug van weg geweest. Hebben we meer dan genoeg tijd voor buitenspel. En bellen we met de assistenttrainer van Excelsior. Nog twee finales. Dus volle bak naar een nieuwe aflevering van de derde helft. Wat is dat, Hans? Door wie word je gebeld? De grootste schande uit het Nederlandse sport ooit. Ja, maar denk jij dat ik Jan Pippa de Clown ben of zo? Vooral de bekhouder. Goedenavond, kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij weer een nieuwe en echt de één na laatste aflevering van de derde helft. Normaal gesproken lopen wij aan de hand van de ranglijst alle 9 wedstrijden langs. Maar dit keer hebben we 4 halve finales te bespreken. Voordat we dat gaan doen, altijd eerst even naar de man aan tafel. Want ik zit hier gelukkig niet alleen. We zijn compleet. We lopen op ons tandvlees. Maar we mogen en of moeten nog 2 keer, jongens. Pepijn, Tim en Snijboon. Pepijn, welkom terug, even bij jou te beginnen. Dankjewel. Ja, ik moet eigenlijk even Snijboon en Gijs hier aanspreken. Want ik was vorige week op vakantie en ik lag lekker naast het zwembad, oortjes in, pina colada erbij. En ik verslikte me bijna. Vlak na van buiten. En ik verslikte me gewoon bijna. Ik hoorde Tim noemen dat Argentinië geen voetballand is. En jullie reageerden er niet tot nauwelijks reageren. We hebben keihard hem uitgelachen. Ja, te weinig. Jullie zijn niet weggelopen. Jullie hebben niet zijn microfoon uitgezet. Ja, dat hebben we al jaren. Nou, ongelooflijk werkelijk waar, Tim. Waar kwam het vandaan? Maar dan moet je nu geen vragen stellen. Dan moet je nu ook even bij zijn knieën afzagen. Zeg maar gewoon wat je vindt dan ook. Ik probeer het onder tafel. Maar vind je me nu echt minder goed dan daarvoor? Nee, ik moest wel lachen. Het was een positief dagje, maar het kan natuurlijk niet. Die snippet heeft 140.000 weergaven op TikTok. En ik denk dat daardoor 141.000 van die mensen er gewoon nooit meer naar ons gaan kijken. Ja, er waren toch iets van 80 reacties van mensen die zeiden... Van de 80 reacties waren denk ik 70 reacties mensen die zeiden... Nou, dit hoef ik dus ook nooit te zien. Ik vind het altijd een hele droge, zondige, enige interpunctie of hoofdletter gewoon... Wie is deze gozer? Ja. Ze zeggen dat er no such thing exists as bad marketing. Nou, dit was verschrikkelijk slechte marketing. Die theorie is hier ontkracht. We moeten wel heel veel andere dingen tegenover gaan zetten. Wij focussen op de Eredivisie. Daarbuiten weten we weinig. Ja, dat blijkt. Spreek voor jezelf. Maar Pepijn, die was in Portugal een paar weken. Wat ben jij ongelooflijk bruin, zeg. Lekker, hè? Ja. Die heb je als je held achterna gereisd. Ik zat gewoon 10 kilometer verwijderd van Arne Slot. Naast Lagos. Daar waren zij even op een mini trainingskamp. En ik wilde gaan kijken naar een training. Om even dat bolletje, dat kalend bolletje in de zon te zien glimmen. Even zo lekker in te smeren. Ja, ik had het gedaan voor hem. Alleen ik was net te laat. Dus hij was al ingesmeerd. Ja, ja. Nee, ik kon het niet zien. Maar ik zat in een straal van 30 kilometer bij Arne Slot. Nina Waring en mijn vriendin. Dus die zat ook in Portugal. Ik ook niet. Heel goed. Is dat de vrouw van Arne Slot? We zijn blij dat je er bent in ieder geval. Je ziet er inderdaad uitstekend gebronst uit. Tim, hoe is het met jou? Het was echt serieus zalig. Weet je nog dat ik denk een jaar of misschien wel langer... heb ik een keer verteld over zo'n volwassen man die als baby verkleed gaat, weet je wel? Ja. Vlugge Japie, toch? Ja. Nee, dat was een ander verhaal. Oh, oké. Sorry. Maar die zag ik vandaag weer. Nee, joh. Ja, ik zag hem fietsen. Maar voor de mensen die niet een jaar geleden de aflevering geluisterd hebben... Ja, oké. Okay, dus het is een man die woont blijkbaar bij mij in de buurt... en die heeft een soort van gewoonte om verkleed te gaan als baby. Dus die doet dan een luier aan en een rompertje... en dan is meestal zo'n ding in op zijn hoofd. Maar het is ook dan echt zo'n beetje het cartoon idee van een baby als die zo'n soort van krulhoed op heeft, toch? Zeker, een beetje ouderwets. Ja. Maar ik vind dat dus aan de ene kant heel grappig, maar het is ook die man heeft zo verschrikkelijk veel vertrouwen. Dat kan niet anders. Hij is helemaal zichzelf. En vandaag lag ik in het park. Hij vindt het alleen maar positief. Hè? Hij vindt het en grappig en hij is jaloers op het vertrouwen van die man. Maar ik lag vandaag in het park en toen fietste er een baby langs van 50 of zo. Zonder zijwieltjes. Best wel. Was het Kees Jansma? Nee. Ja, die grap wat ik net ook al maken. Je bent nu voor Snijboon. Goed dat je er bent ook. Dag. Trouwens. Hallo. We hebben de Premier League gekeken met z'n allen. Het mocht niet baten. Arsenal 50 worden. Maar toch. Weet je met Europees voetbal? Ik had van tevoren voor getekend. Maar als je dan toch zo dichtbij bent. Dan voelt het toch een beetje als een tantaluskwelling. Ja, en de meeste luisteraars zullen denk ik op maandag luisteren. Dus niet alleen gefeliciteerd met de play-offs. Maar lang zal ze leven. Lang zal die leven. Lang zal die leven.
Dat doen jullie altijd met elk nummer. Zij woon gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel. 55. Ja, dat is nog jong. Oh. Je maakt het voor jezelf. Wacht even, alle mensen die zijn naam willen feliciteren. Abonneer of zoiets. Wat wil je voor je verjaardag zijn? Stuur me geld. Oké. Nou, fuck die abonnementen. We gaan naar het gestrekte been. Dat is nog altijd een ijzer, sterke en spijkharde voetbalstelling waarin ik jullie allemaal aan tafel op scherp zet. En deze week luidt de stelling: als je nu nog niet je stadion vol krijgt, dan moet je echt meteen degraderen. Oneens. Nee, maar eens. Eens. We hebben het ook uitgezet op onze social kanalen. En we hebben één iemand uitgekozen die het eens is. Dat was Wolm Jansen. Zonder klinkers. Is het eens? Dat is gewoon Willem Jansen van Utrecht. Maar hij wil het ook andersom. Dus nou ja. NAC elke week met 19.000 man moeten gewoon promoveren. Oh, Nederland was het oneens. The real Jorin is namelijk voor Vitesse en die wil niet degraderen. Naar de derde klasse reserve dan. Ja. Als je weer bij Vitesse bent. Jongens, ja, ik dat voornamelijk betrekking op het stadion van Heracles. De laatste kans. En Vitesse. Maar het lijken nu allemaal van die megalomane dictatoriale stadions die dan gebouwd zijn terwijl je al van tevoren niet wist dat er iemand kwam, weet je wel. Zoals die stadions die in Zuid-Afrika zijn gebouwd voor het WK. Dat iedereen ook al wist, ja, er komt ook niet 55.000 man bij de Kaiser Chiefs kijken. Weet je wel. Maar dat deze stadions hebben allemaal gewoon vol gezeten ooit. Nou, Vitesse volgens mij nooit echt helemaal. Nou, dat is altijd wel lastig geweest. In de beginfase was het echt wel vol hoor, bij concerten. Het is echt bizar bij concerten. Ja, met Tina Turner als ze kwam. Ja. Nee, ik begrijp er ook werkelijk waar helemaal niks van. Heracles zal er wel eens ooit vol hebben gezeten ook. Maar ik ben hier wel voor, want dan gaan clubs steeds kleinere stadions bouwen. Zodat het uiteindelijk, je moet vol zitten. Dus dat op een gegeven moment... Maar mag je ook je tribunes weghalen dan? Allemaal? Nee, op de duur wordt het weer van die... Zoals bij een amateurclub, dat je alleen maar van die soort van banken hebt lopen langs één korte kant van het maar veld. Maar dat is zo geleidende schaal. Op een gegeven moment zit die dan ook niet meer vol. En dan moet het steeds afbouwen. En dan ga je er steeds stukken van afzagen. Maar je kan wel toch gewoon een regel dat je een bepaald percentage vol moet hebben. Dus dat je ook kinderen gratis naar binnen, gewoon geld geeft en zo om dan naar binnen te gaan. Maar moeten we boos zijn op ESPN? Is ESPN te goed in wat ze doen? Hoe bedoel je? Nou, want dat waarschijnlijk vinden dus mensen... Behalve apps bouwen. Ja. Maar blijkbaar is naar het stadion gaan dus niet meer leuker dan thuis kijken. Ja, want daar houden nog steeds best wel veel mensen van voetbal in Nederland. Of nemen de grote clubs de overhand. Maar zoals ook weer woensdag. ESPN begint om 12 uur 's middags met de voorbeschouwing van de Conference League finale. Ja, waarom zou je naar Tirana gaan als je de hele dag gewoon naar Marciano Fink en Mario Been kan kijken? Ja, dat is waar. Maar ik ben het oneens, Gijs. En omdat ik... Ik ga hier pas volgende week Amsterdam geven, want dan is de finale. Dan gaat het echt ergens om. De halve finale play-offs is nog net niks. Net het als hele dat ze idee ooit een keer... van de halve finale is, dat het ergens om gaat. En het hele idee van het gestrekte been is dat je de antwoord op geeft. En niet dat je daarna dan zegt, ik geef hier volgende week antwoord op. Een finale gaat ergens om en een halve finale gaat half ergens om. Dus het gaat net niet ergens om. Raakt half niet echt gedegradeerd. Als een halve finale gaat, of je wel of niet degradeert, dan gaat die halve finale echt heel erg ergens om. Half. Niet voor de verliezer, maar dat weet je van tevoren niet. Dat doet me aan denken aan Ali Boussabon. Die moest een keer Afrika Cup wedstrijd spelen met Marokko. En toen vroegen ze aan hem, en dat was echt met Marokko, echt een play-off wedstrijd, echt wel heel belangrijk. En toen vroegen ze aan hem, heb je eerder belangrijke wedstrijden gespeeld? Zei hij, ja, halve finale Amstel Cup. Maar het is best belangrijk. Zeker. Ja, ik vind altijd heel leuk dat als jij begint, dan zeg jij de naam Ali Boussabon. En dan Gijs, die raakt dan al helemaal gedesillusioneerd. Omdat hij dan al weet van, ja, hier komt gewoon niks leuks uit. Dus dan zie je Gijs altijd zo zijn hoofd wegdraaien. En al het leven trekt dan uit zijn ogen. Omdat al mijn verhalen over Boussabon niet leuk zijn. Nou, die ene wel. Oké, goed. Nou, het was in ieder geval vervelend om te zien dat de stadion zelfs nu nog niet vol zaten. Maar je weet in de finale waarschijnlijk alles stijf uitverkocht. Maar aan de andere kant, dan is, als je Heracles fan bent en je hebt 3-1 verloren, ja, dan blijf je toch ook lekker thuis. Nee. Ga je toch lekker bier drinken. Aanmoedigen, Snijbo. Maar goed, we gaan naar een van de vier wedstrijden. En de eerste wedstrijd is meteen de Toto wedstrijd van de week. Eigenlijk belachelijk dat we een halve finale überhaupt een wedstrijd van de week maken. Wel, maar goed, we hebben onze voorspelling achtergelaten op onze social kanalen. En we zaten er vrijwel allemaal naast. Behalve Pepijn, je had een 3-0 overwinning voorspeld voor AZ. Het was namelijk AZ Heerenveen. Het werd uiteindelijk 2-0 met eerste doelpuntmaker Dani de Wit. En we hebben de winnaar, Jurik Stijns. Had 2-0 met eerste doelpuntmaker de Wit. Leuk. Voorspeld. Dus als je 24 plus bent en tamelijk bewust bent van wat gokken je kost. Stop namelijk op tijd. Dan maak jij kans als je in onze DM's
landslide op 25 euro. Speeltegoed van Toto. Dus eigenlijk ben je we proberen echt de kans dat je wint echt ultra klein te maken. Maar als ze in die DM slide, dan maakt die kans. Nee, dan heeft hij, als hij de eerste die enige is, dan heeft hij. Dan maakt Pepijn bij heel veel mensen kans op 25 euro speelt. 25 euro speelt te goed. Goed, na de spectaculaire 3-2 overwinning van Heerenveen in Heerenveen wist men wat het moest doen in Alkmaar. Dani de Wit wist het ook en zorgde dus voor de 1-0 voorsprong voor AZ. Toen leek het op een verlenging uit te draaien. Maar uitgefloten invaller Abu Ghlal zorgde vlak voor tijd voor de 2-0. En dus een ticket naar de finale, wat er was echt om gaat natuurlijk. Snijboon, twee hoogtepunten deze wedstrijd. Jordi en Klaasie. Jordi Klaasie moet basis staan tijdens het WK in Qatar. Ik weet het daar vandaag echt zeker. Wat een ongelofelijke nummer 6 was hij vandaag, zeg. Hij pakte alles af. Eén keer heb ik hem een bal verkeerd in zien spelen. Toen sprintte hij het halve veld over om diezelfde bal af te pakken. En die had hij ook weer afgepakt voordat diegene aan wie hij hem gaf de bal had afgespeeld. Alle passes waren goed. Alle openingen waren goed. Hij zat overal tussen. Stond overal vrij. Jordi Klaasie speelde wat mij betreft echt een 10. En dat speelt hij al een aantal weken. Want jij wilt al best lang hebben over de wederopstanding van Jordi Klaasie bij AZ. Zeker. Ik vond het eigenlijk nog best raar toen die werd opgeroepen weer voor het Nederlands elftal. Maar als ik hem vandaag zag voetballen. 2 assists ook, hè? Geweldig assist. Ik kan me echt niet voorstellen dat, dat hij op dit moment minder is dan de nummer 6 van de topclubs Alvarez en Sangaré. Ik heb maar die spelen niet in het Nederlands elftal. Snijboon, die voetballende nummer 6, hè, dat is een trend. Is dat van de laatste jaren? Want ik kan me herinneren, hij was toch bij Excelsior toen hij daar speelde. Stond hij toch hoger op het veld? Was hij toch meer echt een nummer 10, of niet? Nou, wel meer. Misschien een 8, maar hij is nooit echt een nummer 10 geweest. Maar die voetballende, je bedoelt, hij is toch ook wel zeg maar, richting Kante, dat idee. Ja, maar, hij is dus wel meer van wat ik dus nu heel interessant aan hem vind. Hij is bij AZ nu. Want toen hij terugging naar AZ, dacht iedereen, dat is gewoon prima speler om erbij te hebben. Die kan je af en toe op 6 zetten. Maar hij is nu de speel in de opbouw. Als in elke bal gaat gewoon naar hem. Ja. Hij draait in, heeft het spel voor zich en gaat voetballen. Maar daarvoor moet je dus best wel, het is composed, dus rustig zijn en overzicht hebben. En het vertrouwen in je eigen kwaliteit hebben om daarin te draaien. Want het is denk ik de gevaarlijkste plek op het veld om open te draaien, midden in de as. Hij kan dat echt heel goed. Ik was echt heel erg onder de indruk. Tim. Ja, ik wil graag twee dingen zeggen over hem. Ja. Hoe knap is het van hem dat hij op zijn niveau is gebleven, terwijl hij gewoon een jaar lang eigenlijk alleen maar op de bank heeft gezeten? Nou, en teruggekeerd op dat niveau, want en ik was hem echt op dus de duur verloren als speler. Ik vind het namelijk heel leuk om, kijk, als je iets kwijt bent, dat is heel vervelend. Maar, ja, maar is, jij bent ook iets kwijt, toch? Daar wil ik naartoe. Maar ik heb dus het gevoel, ik ben mijn koptelefoon kwijt van echt 200 euro. En ik vind dat heel leuk, want op een gegeven moment ga ik hem waarschijnlijk terugvinden en dat gevoel is geniaal. Ach, wat schattig. Maar jij gaat hem, nee jongen, jij bent hem buiten verloren. Jij gaat hem helemaal niet terugvinden meer. Jij moet op de duur een nieuwe gaan kopen. Maar ik heb dus het idee dat Klaasie heb teruggevonden en hij is ongelooflijk goed. Dus AZ heeft gewoon een speler gevonden die een jaar lang geen aandacht kreeg, omdat ze daar zogenaamd andere spelers van hadden. Hij was zogenaamd Koopmeijner speelde op zijn positie. Ja. Is hij ooit zo goed geweest? Ja, hij was in dat laatste jaar bij Feyenoord voordat hij naar Southampton ging, was hij ook verschrikkelijk goed. Ik vind hem wel zijn top benaderen hoor. Maar we genoten van hem, hè? Ja, heerlijk. Absoluut. Ja. Weten jullie nog zijn assist op Van Persie bij tegen Costa Rica? Dat was echt een beetje dit, hoor. Hij draaide heel raar zo naar buiten. Ja, nee, dat kan. Ik heb allebei die assist. Dus niet buitenkant voet, maar buitenkant vergeven. Ja, zoiets. Kijk maar terug, Gijs. Tegen Costa Rica. Goed, Klaasie dus geweldig. AZ geweldig, 2-0 gewonnen. Heerenveen na een 3-2 overwinning. Helaas afgevallen in de halve finale. Maar de positiviteit is wel terug rondom Heerenveen. Ik hoor het interview met Ole Tobiasen, zoals jij hem noemt. Maar trouwens die gebronst van aan het Permanente hier aan de tafels. Maar Pepijn, en die had er weer zin in. Die was positief. Die zei eigenlijk hebben we alles goed gedaan. Hij baalde maar een klein beetje dat ze niet de finale van de playoffs bereikt hadden. Maar het tij lijkt gekeerd in Heerenveen. Ja, daar lijkt het wel op. Maar is hij niet te enthousiast? Is het niet een beetje het gevaar dat het zo'n Henk de Jong, daar werkt het? Maar kan je te enthousiast zijn en kan je te positief benaderen? Want ze liggen er wel gewoon uit na een eerdere overwinning. Ja, maar je had ze nooit rekening mee gehouden, toch? Of moet je dan nog steeds boos zijn? Ik vind hem in zijn interviews en zo ook helemaal niet Henk de Jong-achtig. Van het is allemaal fantastisch, ook als het slecht gaat. Maar hij heeft het gewoon wel echt op de rit gekregen. Ja. Complimenten ook. Ik krijg nu trouwens die assist van Klaas weer om de neus geduwd van dat jongen. Dit is fucking geniaal. Het is een YouTube filmpje, Jordi Klaasie over de perfecte paas. Moet je heel veel kijken, Gijs. Kijk.
Het is toch precies hetzelfde? Het mooie is, als hij niet aan de beurt is, dan gaat hij op zijn telefoon gewoon YouTube kijken. En zo. Meestal tot ken je Candy Crush, maar dit is een geniale goal. Doe die tas eens van tafel, doe die jas eens uit. Oké, ga maar door. Goed, nog één opvallende verschijning bij Heerenveen, Tim. En volgens mij had jij die gezien. Wie ben ik? Ja, ik ben Willy Lee en gij René. En samen zijn we altijd met z'n twee. Ja, nu weet je niks, hè? Zit hij in paniek hier? Zit hij te schreeuwen? Wie is die? Hoezo? Nee? Tuurlijk weet ik het. Oké, laat me zien dan. Nou, omdat laat op de bank bij Heerenveen zat Andy Murray. Ja, Andy Murray. Want hij vond het heel leuk om bij Heerenveen te horen. En hij is ingestuurd door ons stagiair Ties Bruins. Geef hem nooit applaus. Maar komt dat zien op ons social kanaal, hè? Is het ook omdat het handig was dat de reservekeeper dan gewoon een tennisracket had om ballen uit de goal te halen? Ja, denk het wel eigenlijk. Je ziet wel eens dat de keepers trainen, hè, met tennisrackets en ballen. En die worden ballen gewoon ook met rackets? Ja, die worden gewoon door de keepers trainen. Die smashen ze gewoon op goal. Omdat ze dat harder kunnen dan... Via de grond. Ja, of dat... zeg maar, het is ook wel goed om dat te doen. Stel dat er komt... Oké, laat maar. Nee, zeg nou. Ja, dan moet je het zeggen ook. Nee, als er in één keer een regel komt dat spitsen met tennisrackets mogen slaan, dan is dit echt een hele goede manier om te trainen. Ja. Toch, Snij? Vanaf deze hoek leidt hij trouwens best wel. Dus komt het zien op onze social kanalen. Ryan Koolwijk en... hoe heet die andere? Roger zijn er ook bij. Ja. 2 voor de prijs van 1. Goed, dan verlaten wij AZ Heerenveen AZ naar de finale. En gaan we door naar Vitesse tegen FC Utrecht. Normaal gesproken zeggen dat een wedstrijd uit 2 helften bestaat. Maar nu was het een play-off bestaande uit 2 wedstrijden. De eerste wedstrijd was Utrecht veel beter en won met 3-1. Vitesse was deze wedstrijd veel beter en won met 3-0. De oplettende luisteraar weet dan dat Vitesse over 2 wedstrijden naar de finale gaat. Vitesse AZ is in die finale, Tim. Vitesse terecht? Ja, vond ik wel. Ik denk dat... ik was eigenlijk best wel blij mee ook. Omdat ik vind dat Vitesse, als ik het bij mezelf mag houden, dit jaar mij echt wel veel meer vreugde heeft bezorgd dan FC Utrecht. En dat heeft niet alleen te maken met het Europees seizoen, maar er was gewoon veel meer te beleven bij Vitesse. Utrecht best wel vlak toch wel, hoor. En ik vind het ontzettend knap, want Vitesse ging in een verschrikkelijke vorm die play-offs in. En op de een of andere manier heeft Letch het voor elkaar gekregen om echt op het allerlaatste moment het hele tijd te keren. En ik kan niet aan de indruk onttrekken dat het komt door het feit dat Rick Kruijs totaal onervaren is. Ik zie gewoon, als ik Rick Kruijs zie en ik zie Thomas Letch, dan weet ik al dat Vitesse eigenlijk gaat winnen. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ja. Bedankt. Ik had het niet naar donderdag. Ik dacht dat Vitesse echt al weken op vakantie was namelijk. Ja. Maar die waren met Pepijn naar Caruela. Nee, maar ik snap wel waar je op doelt. De uitstraling. Letch heeft wel de uitstraling van een toptrainer, wat bij Kruijs eigenlijk volledig ontbreekt. Ja, zeker. Die zei heel toevallig, staat hij daar ineens. Mm-hmm. Zo kijkt hij altijd ook uit zijn ogen. Let je in de belangstelling volgens mij van 4 Bundesliga-clubs. Ja? Welke serieus. 4? Dat weet ik niet. 4 in ieder geval. Goed, Tim, ja, voor jou was het ook de wedstrijd van de backs. Zeker. Ik vind namelijk dat we te weinig het hebben over onze vriend Daza. Dat is namelijk een Israëlische rechtsback die ze geloof ik... Speelt hij al 2 jaar daar? Ja. Het is gewoon heel... Minstens. Die man heeft... volgens mij was een luisteraar die attendeerde erop. Dat hij de beste voorzet van... Wat was het? Europa, zei hij? Ja, dat was de presentator van deze podcast. Die dat was jij. Maar die heeft nooit een mening. Dus ik dacht dat hij van iemand anders Maar die kwam. Presentator die kijkt dus ook blijkbaar echt nooit iets anders dan Eredivisie. Nee, maar dat is wel een feit. Dat is geen mening. Ik vind Daza een ontzettend goede rechtsback. Ja, voor je de Eredivisie wel. Nee. Nee, echt. Ook daarbuiten. Ik vind hem echt heel goed. Wat is zijn top dan? Pak dan je glazen bol erbij. 4 Bundesliga-clubs. Nee, dus ik denk... Sevilla. Gaat Daza ooit Champions League spelen? Helaas. Sevilla. Nee, Bayer Leverkusen. Sevilla rechtsback, dan ben je de nieuwe Jesus Navas, hè? Hij is 29, tamelijk laat ploeien. Oh ja. Ik vind gewoon dat ik vind het al heel leuk dat we het even over hem hebben. Want hij verdient aandacht. En ik vind die scouting van Vitesse dus ook leuk. Want zij hebben ook, we noemen het vaak een vreemdelingenlegioen. Maar als je hele goede vreemdelingen scout, vind ik het prima. Ja. Maar wat ik knap vind, dus die Doekie bijvoorbeeld en ook die Daza. Die hebben allebei totaal geen motoriek van een voetballer. En ze zijn verschrikkelijk goed. Dat vind ik helemaal knap, van dat je daar als scout doorheen kan kijken. Want die Daza, het lijkt toch echt best wel vaak geluk. Maar dat is het niet. Nee, het is kwaliteit. Want hij is verschrikkelijk goed. Maar... Je doet nu wel echt alsof het Cafu is, hoor. Die kennen onze luisteraars echt niet meer. Nee? Nee, ik denk niet. Is die niet Icon of zo in FIFA? Oh, dat alle kinderen hem daarom wel kennen. Dat zou kunnen, ja. Maar de Cafu van Utrecht dan, Tim? Roberto Carlos, de nieuwe Malasia, wil ik zou bijna zeggen. Ja. Ik weet zijn voornaam niet. Deo Savasio van de Kust.
Ik kan me namelijk heel goed herinneren dat Malasia ook nog echt heel slecht was in het begin. Nou, hij is niet zo slecht. Nee, oké, hij is wel niet druistig. Zo slecht. Ja, maar ik vind Van der Kust echt een ook wel een openbaring, hoor. Het is een vrolijke voetballer. Ik heb liever hem dan Warmerdam. Hij wilde de hele tijd vooruit. Hij is technisch. Hij heeft inderdaad een beetje dat wat Malasia heeft. Dat hij heel druistig is. Maar je ziet wel dat hij echt heel goed kan voetballen. Bij hem, hij is tegenovergestelde eigenlijk van Daza. Bij hem zie je aan alles dat hij heel goed kan voetballen. Ja. En hij kan het ook. Openbaringen deze wedstrijd. Ja. Vitesse won uiteindelijk wel dik verdiend. Na verlenging trouwens met 3-0. Tim, wat vond je van die 1-1 van Bero in de laatste minuut? Ja, dat jij aan iets denkt of niet? Ik herkende mezelf. Ik werd een beetje emotioneel van. Want ik ben al best lang, kan ik al niet meer voetballen. Maar Daza die liep, of nee, sorry. Bero liep vanaf de middenlijn 1-1 met de keeper. En dan denk je zoveel na dat ja, je hersenen gewoon overkoken. Je kan beter stoppen met lopen. Je kan dit gaat bijna nooit goed. Nee. Het was iets. Het zat tussen schieten, kappen, vallen en pasen in. Het was geweldig. Totale error. Ja. Ja. Goed, maar Vitesse dus in de finale tegen AZ. Gefeliciteerd. En Utrecht sluit een vlak seizoen eigenlijk tamelijk vlak af. Dan gaan we nu alvast even naar buiten de lijn. Edwin, Kevin hier, buitenspel. Ik hoor je nu voor half. Stem op eens. Oké, Edwin. Edwin, buitenspel. Lach je nou nog steeds deze jingle of lach je om wat je nu gaat vertellen? Nee, om die jingle. Tim, jij mag eerst, hè? Dat wilde hij graag. Ja, maar ik heb hem alweer een andere. Maar... Snijbal, jij mag eerst. Oké, top. Ik wil jullie graag meenemen naar de Haagse vierde klasse. Nee, die had ik ook. Zootje wat ik dan eerst heb gegaan. Wat kut. Oh. SV Houtwijk tegen HMSH. Nee, niet tegen. Nee. Ik neem hem wel. SV Houtwijk won met maar liefst 37-1 bij HMSH. Oh ja. Gijs stuurde mij dit weetje toe. Ik heb nog een buitenspelletje voor je. Oké, Omroep West. Tijdens de rust stond het al 0-17. Vlak na rust kreeg een van de spelers van HMSH rood. Waarna de keeper ook nog geblesseerd uitviel. Mede daardoor wist Houtwijk nog eens 20 doelpunten te maken. Ik vind het des te knapper dat het 1-37 is geworden. Ja. Dat ze het dus nog hebben gescoord. Ja. Maar de zegen blies ook de strijd in de kampioenschap om de vierde klasse nieuw leven in. Want koploper MSV 71 uit Maassluis, die ging aan kop. Maar door deze 37-1 heeft nu Houtwijk een beter doelsaldo, namelijk plus 71 tegenover plus 66. En de mannen van MSV 71, die weten het ook niet zeker hoor, die hebben echt vermoedens van matchfixing ook. 37-1. Ze hadden wel een uitslag verwacht als 20-0. Ja, maar je vergeet één belangrijk ding. Dus ik ga het even samenvatten. De titelstrijd in de vierde klasse. Voor deze speelronde stond MSV 71 op de eerste plek. Ja? En Houtwijk op de tweede plek. Gelijk aantal punten. Maar MSV had 21 plus doelsaldo. Ja? Snap jullie het nog? Ja, ik ben er. En MSV stond eerst en die had 10-0 gewonnen. Dus die denken, ah, nice, nu op plus 31. En toen had Houtwijk 37-1 gewonnen. Dus nu staat Houtwijk bovenaan met nog 5 wedstrijden spelen. Nog één toevoeging. Die trainer die 37-1 heeft gewonnen, is een uitstekende amateurtrainer. Want bij zijn vorige club SV Loosduin won hij een keer met 31-0 al. Wow. Ja. En hij heeft een vermogen van 700 miljoen. Ja, klopt, ja. Ja. Maar nu niet meer. Heel goed. Dat. Pijn, heb jij nog niet uit de vierde klas uit Den Haag, of niet? Omroep West. Nee, ik wilde het toch wel eventjes hebben over het nieuwe contract van Mbappé. Want die gaat. Alles leek erop dat hij naar Real Madrid zou vertrekken. Maar hij blijft waarschijnlijk bij Paris Saint-Germain. Niet waarschijnlijk, hij heeft getekend. Heeft hij getekend? Oh, maar in ieder geval, hij heeft een tekenbonus van 150 miljoen. En hij gaat 4,7 miljoen per maand verdienen. Dat is natuurlijk achtelijk meer dan 50 miljoen per jaar. Daarbij en 100% ook van zijn portretrecht, toch? Ja, en hij heeft nog meer clausules in zijn contract opgenomen. Hij heeft ook inspraken. Hij krijgt inspraak in de club, in het hele project, in de trainers, in de managers en in de samenstelling van de selectie. Hij speelt gewoon voetmanager in het echt. Ik word hier zo boos van en verdrietig ook. Maar van jaloezie of? Nee, als ik Mbappé was, had ik het gewoon geweigerd. Dat ik, jongens, ik wil niet bij zo'n club spelen. Dit is toch walgeluk. Ja. Ik zag op internet een paar clausules van vroeger die zo heel schattig waren dat. Bergkamp, die had het no-flying, dat hij nergens naartoe zou vliegen. Steven Schwartz, die was helemaal ruimtegek. Dus hij had een clausule dat als hij ooit via de manen als hij ooit naar de ruimte zou gaan, dat toen die commerciële ruimtevaart, als hij ergens in de ruimte zou gaan wonen, dan zou zijn contract ontbonden worden. En Gui Minh. Onschuldige clausule. En Gui Minh, een Fransman, die vertrok naar Duitsland, naar Eintracht Frankfurt. En die vond dat Duitse eten zo ranzig dat hij had bedongen dat zijn vrouw kooklessen zou krijgen. Ja, dat willen heel veel voetballers, denk ik. Kan je dat ook bij je eigen werkgever gewoon doen? Gewoon een nieuwe CEO aanvragen. Ja. Maar goed, dat is allemaal wat onschuldiger dan... Een krankzinnige wereld. Ja. Jezus.
Het is echt heel erg. Ja, het is echt heel erg. Ja. 2 jaar heeft hij bijgetekend, toch? Ja. Dus dan heeft hij 150 miljoen tekenpremie. Ja, maar... Plus dan 50 miljoen per jaar. Dus hij is nu verzekerd van 250 miljoen. Maar dit is de transfer waarop ik denk, nu is het echt niet meer leuk. Nee, zeg maar, ik heb dat ook een beetje. Dat Qatar 222 miljoen betaalt voor Neymar, werd ik al boos van. Maar nu is het helemaal... Nu is het gewoon niet meer leuk. Vanaf nu is voetbal niet meer leuk. En dat... Nee, maar wij focussen ons op een competitie waar transfers nog steeds stuk lopen op een ton. Ja. Dat hele financial fair play, dat kunnen ze toch gewoon schrappen? Ja, nee, dat gaan ze ook doen. Mbappé, die geeft een ton gewoon fooi als hij een kop koffie haalt ergens. Zegt hij, ja, laat maar zitten. En dan drinkt hij die koffie niet eens op. Nee, dan denkt hij, ah nee, shit, ik wilde toch havermelk. Ja, krankzinnige bedragen, goed. Wij gaan naar 2 clubs met iets kleinere bedragen. Dat is namelijk Heracles tegen Excelsior. Ik zit 300 miljoen tegenover deze 2 clubs. Ja. En Mbappé kan gewoon 38 keer beide clubs kopen straks. Ja, Heracles Excelsior. Heracles stuurde Frank Wormoed de laan uit voordat de playoffs begonnen. In de hoop een schok-effect te creëren. Die schok kwam er wel. Maar dat was na 180 minuten voetbal tegen Excelsior. Het verloor namelijk volledig terecht met 1-6 over 2 wedstrijden. En moet zo afdalen voor het eerst na 17 jaar. Naar de keukenkampioen-divisie, tweede niveau van Nederland. Pepijn, vooraf zei de nieuwe trainer van Heracles nog dat het 50-50 zou zijn. Ja. Heb je ooit een kanslozere 50-50 gezien? Ja, dan deze? Deze gozer heeft zichzelf toch zo compleet belachelijk gemaakt en laten maken. Want die Wormoed, die wordt, we kregen het ook ingestuurd door Giuseppe. Die Wormoed wordt voor die play-offs wordt die ontslagen. Die wordt gewoon het volledig zo'n degradatie bespaard gebleven op zijn cv. Dan mag je het over gaan nemen als trainer. Dan ga je de eerste wedstrijd ga je eraf. We hebben 300 totaal kansloos die tweede wedstrijd. Ga je dit soort dingen nog roepen in de pers dat nog de kans op 50-50 is dat je het gaat halen. Maar is dit 50-50 dat het muntje dan wel al op de grond ligt? Ja, dus op de grond en dan mag je kiezen kop of munt, maar de ander mag eerst kiezen. Maar jongens, is Wormoed de enige die weg is gestuurd of niet? Ja, volgens mij wel. Want is dit dan het beste wat ze hebben? Dat vind ik echt heel... Dan snap ik dat ze die messentrekker. Wie is dat? Nou, dat eerste interview van die assistent. Die gewoon bij elk antwoord dat hij gaf, pakte hij zo de rug van Wormoed. En zakte hij zo'n mes in. Zo. Oh ja. Dat was echt niet te doen. Die hebben nog nooit zo'n broedermoord gezien. Maar dit is zo'n trainer die waarschijnlijk nog geen ervaring heeft. En die denkt zo'n beetje van die psychologie van de koude grond. Van ik ga de groep even op scherpen. Hij is zetten, 20 jaar assistent amateur. Of zo. Echt, hè? Ja. Echt een verschrikkelijk amateur. Gewoon een charlatan. Ja. Ja. Hij ligt gewoon die club op. Ja. Hoe verschrikkelijk is dit voor je raak? Nou, dat is wel echt... Er is dus iemand die heeft uitgezocht hoeveel... Na 31 speelronden stond Heracles 12e of zo. En die heeft dus uitgezocht hoeveel procent kans het was dat ze 16e zouden worden. Want het was namelijk statistisch gezien 0,0% kans 18e, 0,0% kans 17e. Hmm. 0,03% kans dat ze 16e zouden worden. Dus als ze de competitie 3000 keer nog hadden gespeeld, was het 2999 keer wel goed gegaan. Dan moeten ze vragen of de competitie nog een keer gespeeld mag worden. Holy shit. Ja. En de heilige 34 punten is volledig uit de boeken. Want ze stonden... Nee, Wormoed zei het al die tijd al. 1 puntje erbij. Nee, jij zei ook. 57. 57. Nou, Pepijn heeft veel gezegd toen met die berekening. Niks van het heilige 34. Goed, Heracles. Dramatisch. Voor het eerst in 17 jaar naar het tweede niveau. Excelsior, geweldig. Tim, jij bent Excelsior geweest. Zeker. Op voetbalmanager. Zeker. Wat? Toch? Ben Excelsior geweest. Ja. Ben de trainer geweest van Excelsior. Ja, klopt. Op wie moeten wij letten de komende finale? En wellicht daar het seizoen daarna in de Eredivisie. Want nu gaat het echt om, hè, nou de finale. Ja, bij mij boden ze vanuit Engeland 10 miljoen op Thijs Dallinga. Maar die had het afgewezen, want die had het zo goed naar zijn zin bij mij dat hij is gebleven. Ja. Mats Wiever, lange middenvelder, technisch. Heel leuk om op te letten. Ja. Stijn van Gassel, talentvolle keeper. Gaat het eigenlijk net niet halen, maar voor Excelsior uitstekend. Vaak met oud-Helmond sportspelers. Komt hij daar vandaan? Ja, dat eigenlijk. Oké. Dus nu gaan we het vragen aan de assistent-trainer van Excelsior. Die gaan we namelijk... nu bellen met de assistent van Excelsior. Was assistent van jou ook, Tim, of niet? Ik had hem even ontslagen. Hij kon er niks van. Nee, echt. We gaan nu bellen Thomas Vaar, assistent van Excelsior. Is hier vaak genoeg te gast geweest. We gaan proberen ook videoverbinding te krijgen met de assistent-trainer van Excelsior. En op dit scherm te zien. Ja. Live in de podcast. Hallo, meneer trainer. Ik zat zo lang te wachten totdat ik werd toegelaten dat mijn verzoek gewoon getime-out werd. Het leek ook of je een beetje was ingedut, maar... Excuus voor de vertraging. Kan je ons zien en horen? Ja, kan je zien en ik hoor jullie ook. Zeker. Mogen we je al feliciteren met de finale plek of is dat nog geen felicitatie waard? Nee, op zich... Maar ja, wel mooi dat we hebben gehaald in principe, maar we hebben nog niet zoveel natuurlijk.
En hoeveel procent komt dit op jouw konto als assistent? Ja, ik zag al dat jullie die vraag ging stellen, maar je wil dat ik je een serieus antwoord op geef. Nee, welk percentage denk jij dat jij eraan toevoegt? Ja, ik heb toch geen idee, man. Het is echt uitstekend assistent. Wat is jouw rol? Ben jij die leuke assistent die groep een beetje bij elkaar houdt? Of is het meer tactisch? Ja, het is een beetje van beide. Ik heb natuurlijk zelf met de hele hoop van de jongens zelf nog samengespeeld. Dus dat zorgt er wel voor dat ik ook nog wel makkelijk binnen die groep blijf bewegen. En ik heb het grootste gedeelte van de technische staf ook nog als trainer gehad. Dus dat betekent ook dat die mij nog niet helemaal als volwaardig trainer zien. Die zetten jou ook wel eens op de bank. Beetje, ja, dus ik zit er een beetje tussenin. Maar op zich is dat wel een hele mooie rol. Want je zorgt gewoon voor dat je veel misverstanden vanuit beide kampen glad kan strijken. Vet. En doen jullie ook aan briefjes? Moet jij die dan schrijven of doen jullie daar niet aan? Nee, dat heb ik nog niet voorbij zien komen. Maar ik zit ook niet op de bank tijdens wedstrijden. Dus ik kan wel een briefje schrijven, maar die komt dan een beetje lastig bij spelen. Zo'n vliegtuigje van maken gewoon. Want ik neem aan dat jij dan hoog in het stadion zit om het allemaal tactisch een beetje te duiden voor iedereen. Ja, tenminste dit jaar was ik eigenlijk alleen bij thuiswedstrijden aanwezig, want het was nog niet echt een hele officiële rol die ik had. Hè. Ik was er 3 dagen in de week en bij thuiswedstrijden. Dat is wel topcontract trouwens, hè? Nou ja, het was niet eens een contract. Dus, oh. Hij mocht er gewoon zijn, hij heeft niks betaald. Dat waren gewoon afspraken die we hadden gemaakt. En dat was ook wel mooi. Dus bij thuiswedstrijden zit ik inderdaad op de tribune en dan in de rust loop ik naar beneden en dan... Dus spreken met de staf wat we gaan zeggen. En dan scheelt het wel inderdaad. Gisteren zat ik helemaal bovenin en daar ben je raken. En dan heb je wel gewoon vrij goed overzicht. Ja, er zat ook niemand voor je, zag ik. Dat was helemaal leeg. Bij je raken. Ja, ja. Ja, het leek leger op televisie dan het was. Maar het is heel politiek correct hoor. Hey. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, voor Excelsior begrippen was het gewoon wel een redelijke hexketen. Die was dan weer wat minder correct. Ja, Thomas, ik heb een vraag. En ik ben heel blij dat ik hem aan jou kan stellen. Want ik ben best wel sceptisch over voetballers die denken dat ze goede trainers kunnen zijn. Kan jij me uitleggen, heb jij profijt van je voetbalachtergrond in het trainersvak? Want volgens mij zijn dat gewoon 2 totaal verschillende beroepen. Nou, ik denk dat je dat niet helemaal, helemaal goed ziet. Ik denk dat een groot gedeelte van de skills die je moet hebben als trainer, dat je die niet leert als voetballer. Maar aan de andere kant is het wel handig dat je als trainer een beetje begrijpt wat er in de kleedkamer omgaat. En dat je de signalen doorkrijgt op welke momenten je wel serieus genomen wordt en op welke momenten je niet serieus genomen wordt. En ik denk dat iedere voetballer wel eens heeft meegemaakt dat een trainer dat niet goed kon inschatten. En ik denk dat dat redelijk essentieel is om dat te beheersen. En dat kan je natuurlijk ook leren als je nooit hebt gevoetbald. Maar het is wel een pre dat je een aantal van die dingen die je in de kleedkamer meemaakt, dat je die gewoon ook zelf mee hebt gemaakt. Dus jij zegt tegen Marinus Dijkhuizen, nee Marinus, nu nemen ze je echt niet serieus. Nou, Marinus die heeft dat zelf vaak ook wel door. Maar je vroeg volgens mij over mijzelf als trainer. Ik denk dat het wel een pre is als je zelf hebt gevoetbald, maar het betekent niet dat je geen goede trainer kan worden als je niet hebt. En hoeveel jaar heb jij nodig om hoofdtrainer te worden? Dat weet ik niet. Nee, ja, ik ga volgend jaar mijn UEFA-cursus doen, dus dan mag ik nog ineens, ik mag nu nog ineens hoofdtrainer worden. Dus ik heb in ieder geval nog een paar jaar nodig om de juiste papieren te halen en dan zien we het wel. Juist. En is het een beetje gevierd, de winst, of mocht dat nog niet de spelers? Ja, nou ja, er was natuurlijk wel gewoon sprake van ontlading. Want hoewel we met 3-0 voor stonden, hadden we het eerste helft toen nog best wel lastig. En wisten we van tevoren ook dat het een stuk lastiger zou zijn dan dat de buitenwereld deed vermoeden. En je wipt toch eigenlijk een hele stabiele Eredivisie-club uit de Eredivisie. Dus dat mocht best wel. Er is best wel sprake geweest van ontlading. Maar het was best wel kort en iedereen... Is heel erg hard nog 2 finales. Maar dan kan de stafmacht... Ja. Jullie kunnen toch wel gewoon dan gaan vieren? Want in principe, het maakt niet heel vaak als jij zware benen hebt de dag daarna. Nee, dat is waar. Nee, ik had... Goed idee. Ik had middags een wedstrijd met AFC. Dus ik was geblesseerd, dus ik moest kijken bij AFC. Dus ik ben zelf met de auto achter de bus aangereisd.
Dus voor mij viel er weinig te vieren in mijn eentje. Maar ik was er wel blij mee. Jij hebt gewoon achter het stuur zitten drinken in je eentje. Hey, Thomas, laatste vraag. We hebben het net aan Tim gevraagd. Die was ooit trainer van Excelsior op voetbalmanager. En hij had net een paar talenten even aangeprijsd. Maar op wie moeten we letten de komende twee wedstrijden? En hopelijk dan ook nog volgend seizoen in de Eredivisie? Behalve Dallinga, wat natuurlijk voor de hand ligt. Ja, dus, er zijn denk ik een paar spelers die echt heel interessant zijn om te volgen. Nu en ook de komende jaren. En Dallinga is er natuurlijk één van, maar die wordt altijd het meest benoemd. Ik denk dat Azarkan een van die spelers is. Dus dat is, ik hoop dat hij weer kan spelen komende week. Maar dat is een jongen die enorm veel creëert. En die eigenlijk precies doet wat ik in de jaren hiervoor wilde doen als rechtsbuiten. maar niet kon. En hij doet het wel geweldig. Dus dat is echt mooi om te zien. En ik denk dat de grootste die in de gaten moet houden is Mats Wievert. Die heeft ook afgelopen. Die had het gisteren een beetje wat lastiger dan in de thuiswedstrijd tegen Heracles. Maar ik denk dat wel een jongen is die de komende jaren echt bijzondere stappen kan gaan maken. Vet zeg. Tim zei trouwens ook deze Tim jongen. Is heel blij dat er een naam genoemd werd. Zeker. En ik had jou ontslagen, Thomas. Wie van jullie twee is nou eigenlijk Tim? En wie is Gijs? Dat is natuurlijk het allerbeste antwoord op deze antwoord. Hey Thomas, thanks voor het inbellen. En misschien als jullie volgende week verzekerd zijn van Eredivisie, bellen we nog een keer. Als je niet ergens op je handen staat te vieren of alleen achter het stuur aan het drinken bent. Komt goed, man. Succes nog. Heel veel succes. Thanks, Thomas. Hoi. Succes. Yo. Hoi, hoi. Thomas Verhaar, assistent-trainer van Excelsior. Ja, maar je ziet toch die mediatraining kruipt er wel snel in, hè? En ook mede-host van de Core-podcast moeten we waarschijnlijk ook even zeggen. Goed, Excelsior dus naar de finale. Gaan we zo naar de andere tegenstander in die finale. Laten we de mensen nog een beetje in spanning hebben, want de mensen weten vast nog niet wie de andere finalist is in de playoffs. Tim, gaan we eerst even naar jou. Of iemand dit nou weten wil, dat boeit me niet ontzettend veel, want ik heb weer een beetje voor je mee. Kennen jullie Jeffrey de Visser nog, jongens? Ja. Zeker. Ja, ja. Hij is assistent bij Ron Jans, wordt hij komend seizoen. En ik heb een weetje over hem. In 2012 werd namelijk zijn contract ontbonden, omdat de politie hem aantrof dronken poepend naast zijn auto. Maar krijg je dan de boete voor en openbaar poepen en dronken? Ja. Of is het dan erger? Dat je, nee. Dat zijn dan verzachtende omstandigheden. Werkt dat zo bij misdaden? Dat je denkt, van dat doe ik nog heel erg. Dan telt die eerste niet. Ja, maar het mooie is, hij zei dat een vriend achter het stuur zat, maar hij wist alleen niet waar hij was gebleven. Ja, dat is een bekende truc. Ja. Dat is toch heel goed? Ik dacht wel dat openbaar poepen dus een minder hoge boete is dan openbaar... Nee. Volgens mij masturberen in het openbaar. Anders is dat jij dit daar. Dit is je laatste week. Dus masturberen in het openbaar is een lagere boete dan openbaar urineren. Dus als je dan urineren, sorry, ik moest aan urinoir denken. Maar als je dus wordt gepakt voor pissen in het openbaar, dan moet je dus tegen de agent zeggen, ik was me aan het aftrekken. Ik heb gele kum, ja. Dat ook dan zeggen. Maar goed, even jongen, dit was een heel leuk weetje. Ja. En die is ingestuurd door Dennis Drijver. Dus die stuurde dat bij mij op Instagram. En daar ben ik altijd hartstikke blij mee. Want ja, er zijn dagen dat ik Jeffrey de Visser niet google. Dus de dronken wildpoeper wordt assistent bij Ron Jans. We gaan hem in de gaten houden. En zij ook. Ja. Straks zit hij naast de dugout in minuut 56 compleet laatste. Zegt hij, nee, ik was aan het aftrekken. Ron Jans, oké, dan is het goed. Weer minder in de boetepot te doen. Ja, het rad van Ricky, hè? Poepen naast de dugout. Ja, Gijs, gaan we door. Anders blijft erin hangen weer. Ja, zeker. Goed, dan gaan we naar de laatste finalist om promotiedegradatie. En dat is FC Eindhoven speelde tegen ADO Den Haag. ADO Den Haag is de finalist. Het won namelijk met 1-2 in Eindhoven. Na veel interne strubbelingen dit seizoen en relatietherapie voor ADO-trainer Giovanni Franke staat hij wel met zijn ploeg gewoon na twee keer met 2-1 winnen van Eindhoven in de finale van de playoffs. Krankzinnig goede prestatie dit seizoen van Rob Penders in Eindhoven. Maar ADO was eigenlijk wel gewoon beter over deze twee wedstrijden. Het moet wel een beetje pijn doen, hè? Nog een jaar zonder Rob Penders. Rob Penders is zo'n verschrikkelijk harde trainer. Hij is echt een beetje de Arne Slot van de Arne Slot van de keukenkampioendivisie. Hij woonde vroeger naast mij. En zeg maar, je denkt als kleine jongen dat een profvoetballer heel erg goed is en heel erg technisch. Dus dan was ik thuis op straat aan het voetballen en dan kwam hij aan. En dan rolde ik altijd zo die bal naar hem toe dat hij hem teruggaat. En dan was dat altijd echt zo'n kniehoge kaats.
Vooral omdat dat geen sliding was. Maar sindsdien hou ik wel echt van de Rob Pedersen. Hij heeft het echt verschrikkelijk goed gedaan bij FC Eindhoven. Hij is ook in de interviews leuk, want hij zei aan het begin van het seizoen FC Eindhoven stond er heel erg slecht op. Er kwamen naar de infoavond, de eerste infoavond toen hij trainer was, 20 supporters. En die waren woest over het seizoen ervoor. Alleen maar kritiek. En hij heeft het helemaal gekant. Hij zei, ja, als de club leeft weer in Eindhoven. Als ik nu naar een restaurant ga, dan wordt er naar gevraagd en zo. Maar ik kan het me gewoon niet voorstellen dat hij er als een soort grote held uit Eindhoven... Hij ziet er wel echt uit alsof hij pennenbakjes verkoopt aan bedrijven. Zeg. Daarom. Hij heeft helemaal niet die uitstraling. Maar hij is derde geworden met FC Eindhoven. Ze hebben ergens een budget iets van 15 of 16 van de keukenkampioendivisie. Dus het is maar ontzettend dit, ook, leuk. Dit, ook hij is het bewijs dat je hoeft niet een goede voetballer te zijn. Want hij was verschrikkelijk slecht. Hij was echt goed. Ja, verschrikkelijk slecht. Hij was echt goed. Gewoon jarenlang Eredivisie gespeeld. Voor NAC begrippen was hij echt heel goed. Maar hij had gewoon toen ook niet de uitstraling van een topspeler. Maar hij heeft het wel supergoed gedaan in die tijd. Er is ooit een gerucht geweest, Penders in oranje. Ik dacht dat hij echt soort van bijna kaal was of zo. Maar echt goede kop nog hoor. Ja, maar saaier vind je ze niet qua uiterlijk. Nee, dat is waar. Maar toch wel leuk dat hij het zo goed doet. Hij blijft waarschijnlijk nog wel een jaartje. Dus, ja, maar dat was mijn volgende vraag. Is hij niet klaar voor de Eredivisie, Pepijn? Ik hoop het wel, maar ik zat een beetje te kijken. Ik zou niet zo goed weten waar. Ja, als Letje naar een van de vier Bundesliga-clubs gaat... Eindhoven naar Vitesse is wel... Maar die stap is gewoon te groot. Hij is 1 jaar hoofdtrainer pas. Hij is bij NAC is een tijdje tweede man geweest. Dus ik denk nog een jaartje FC Eindhoven. Alleen het kan hierna eigenlijk alleen maar minder gaan. Dat is altijd zo jammer. Ja, maar als hij qua eindklassering minder. Als hij nog wel een jaar laat zien dat ze gewoon goed spelen. En dat gewoon dat die kwaliteit gewaarborgd wordt. Dan gaat wel een club het met hem aandurven. Alleen een leegloop dreigt bij Eindhoven. Elk jaar. Dat is toch geen keukenkampioen. Want iedereen tekent gewoon jaarcontracten. Ja. Goed, Eindhoven ziet naar de finale. Rob Penders, wel de pluimen, maar geen finale plek. Tim even naar ADO. Ook de trainer daar, Giovanni Franke, wat moeten we van hem vinden? Ja, dat is gewoon ontzettend leuk. Gijs, hij is in februari, volgde hij brood op. Maar hij heeft dus niet de juiste papieren, die gast. Hè? Mm. En toen kregen ze dispensatie van de KNVB. Voor dat hij wel hoofdtrainer mocht zijn. Maar die dispensatieperiode is afgelopen. Dus die was al afgelopen voor deze wedstrijd. En toen heeft het bestuur van ADO besloten, we laten hem gewoon zitten, ondanks de sancties die we waarschijnlijk gaan krijgen. Nee, joh. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Want wat boeit het de KNVB als een club vrijwillig een trainer zonder diploma, eigenlijk dus een onbevoegd iemand voor de ploeg wil zetten? Dat moet ze toch zelf weten? Wat maakt het nou waar uit? Eigenlijk. Maar dat is altijd met die trainersdiploma's toch? Dat je zo'n soort... Ja, maar daarom wil ik ook die hele cursus afschaffen. Want elke Nederlandse trainer flopt toch? Ja. In binnen- en buitenland. Dus blijkbaar die opleiding. Je mag dus alleen floppen als je een diploma hebt. Jaap Stam die kreeg een soort praktijkcursus. Omdat hij zijn boek het ondersteboven hield. Ja. Dus die cursus is niet heel veel waard. Nou, hij leest ook andersom. Maakt niet uit. Ik vind het dus verschrikkelijk terecht dat ADO dit doet. Ik hou niet van regels overtreden. Maar dit keer wel. Okay. En ik ben ook echt benieuwd wat die sanctie gaat zijn dan. Waarschijnlijk dat hij langer moet blijven. Omdat hij zo raar is. Ja. Of dan die Chinese eigenaar weer terug. Nou ja, dat zou wel heel erg zijn. Ja, ADO maakt ook wel een bizar seizoen door. We hebben gewoon puntenaftrek gehad nog. Ja. Om financiële wanorde. Zeker. Achter de club. Maar goed, ze staan er wel. En onder leiding van Thomas Verheid, Snijboon. Ja, ik denk dat hij wel eens... Ik ben een beetje aan het scouten natuurlijk. Hè, voor mijn Dirk Abels elftal. Mm-hmm. Ik wil dat ook een beetje van de grond komt. Dat hij gaat leven in het land ook. Maar ik denk, Thomas Verheid staat hoog op het lijstje om eerste spits te worden in het Dirk Abels elftal. Maar dat is een elftal van spelers. Van spelers die te goed zijn voor de keukenkampioen, maar te slecht voor de Eredivisie. Thomas hij maakt wel echt een goede kans, hoor. En Pepijn is dat mensen niet goed kunnen koppen, maar deze gozer kan ongelooflijk goed koppen. Ja, hij kan beter op zijn hoofd. Die kan beter op zijn handen gaan lopen de hele wedstrijd. En gaat alles met zijn hoofd doen. Ja, ik zie in jou ook wel een goede trainer. Ja, dat is wel moeilijk met hoogte voorzetten. Dat moet dus een klein beetje dan van de grond. Ja, gewoon heel strak laten. Ja, maar niet over de grond. Er moet een klein beetje lucht in. Ja, en dribbelen is dan ook wel links-rechts met je hoofd. Ja, met je kruis. Schade. Ja, en als er dan een bal hoog voorkomt, druk je dan heel hard omhoog? Of staat hij dan weer op? Nee, je moet laag voorzetten. Laag voorzetten. Ja, en dan alleen maar bij Bakhuis. Ja. Goed, ADO won met 2-1 op de aanvoering van Thomas Verheid dus. En gaat het opnemen tegen Excelsior om de laatste plek in de Eredivisie. En dat gaan we volgende week behandelen, want volgende week zijn we er ook gewoon voor de laatste keer. Maar voordat we naar volgende week gaan, even naar Tommy Beugelsdijk. Hallo fans, wie gaat er zinnen? Hier is Tom. Een aantal vragen van volgers. Even kijken. Tim, CNBRDRS. Die wil weten wie van ons aan tafel het beste is in de derde helft en waarom. En ik neem aan de traditionele derde helft. Dat zou Snijboon moeten zijn, omdat hij weinig geeft om zijn lichaam. En hij is heel groot.
Dus hij kan gewoon, het maakt hem helemaal niet uit als hij. Ik vind het dus verschrikkelijk om allemaal gif naar binnen te gooien, maar Snijboon vindt het heel leuk. Snijboon vindt het leuk om gif naar binnen. Ik denk dat je Pepijn ook niet uit moet vlakken, hoor. Nee, maar ik ben er nooit. Ik voetbal niet meer. Dus ik ben het verleden. Ik ben er ook nooit. Maar ik ben de laatste tijd wel. Ja, dat is de derde helft. Een grens. Grens bij de derde helft. Loopt hij aan de bar met die vlag? Nee, ik denk Snijboon. Oké. Snijboon, Jorg Vrome wil weten wie volgens jou de grootste uitgaande transfer van Eredivisie gaat worden. Dat is heel leuk. Ja, dit zijn wel van die vragen die je ook wel voor de uitzending al even mag. Het script mag is open voor iedereen. Ja, jij denkt ook niet. Zullen we even gewoon overleggen dan? Grootste uitgaande transfer. Gakpo maakt daar een grote kans op. Mm-hmm. Ik denk Anthony. Maar bedoelt hij uit Nederland? Ja. Oké. Okay. Ik denk niet dat Anthony weggaat eigenlijk. Omdat hij die laatste tijd nu best veel geblesseerd is geweest. Ik denk dat het nog een jaar blijft. Wat? Ik denk Gakpo persoonlijk. Want ik denk dat hij meer op gaat brengen dan Gravenberg en Kukçu. Ik ben meer benieuwd naar de meest verrassende hoge uitgaande transfer. Als Kukçu voor 35 miljoen zou gaan of 30 miljoen. Vind ik dat verrassender dan Gakpo. Nou, als we dan verrassing hebben, dan denk ik Bram van Polen van 40 miljoen naar Real. Nee, dat is geen Eredivisie. Oh, nee. Ziek. Goed. Gakpo dus. Of Kukçu. Of wie ook voor meer. Trouwens, het is leuk dat je Kukçu zegt, Gijs. Woensdagochtend zijn wij. Ja. Kijk, we hebben altijd op woensdag Tim en Snijboon voorspellen. Waarin we eigenlijk antwoord geven op voetbalvragen die jullie zelf niet kunnen beantwoorden. Omdat wij naar de toekomst gaan kijken. Mm-hmm. Wij weten al eigenlijk op welke manier Feyenoord van AS Roma kan winnen. Of ze dat überhaupt kunnen. Hè? Ja. En hoe. En die komt dus extra vroeg online. Namelijk woensdag om 9:00 ochtends. Om een beetje alvast 3:00 voor ESPN te beginnen. Met. En dan kan je hem nog net 20 keer kijken, dat filmpje. En ik durf te beweren dat niemand in Nederland kan voorspellen op welke manier wat de oplossing is om van Roma te winnen. Ja. Dus kom dat zien. Hè? Ja, op de finale dag. Om 9:00 op YouTube. Zeker. Tim en Snijboon woensdag laten zien hoe Feyenoord van Roma gaat winnen. Maar Pepijn, we hebben nog een vraag van Koen bij dat die wil weten wat jij denkt dat Slot tegen Mourinho gaat doen in de spirit van de finale. Winnen, dus. Ja. Ik zou me even adviseren om Tim en Snijboon dus te kijken op woensdag. Oh ja, shit. We moeten dat natuurlijk niet tegen Mourinho zeggen. Ik denk dat het hommeles wordt en Slot gaat jasje trekken bij Mourinho. Het gaat helemaal los. Ja. Wel echt spektakel. Ik sluit wel even in Slot zijn DM met dat filmpje. Alweer. Ja, maar maak de kans op 25 euro speelt. Ik weet niet of die na al die dickpics nog dat filmpje gaat kijken, hoor. Jammer genoeg zijn we geen Conference League podcast, maar onze halffinales zitten er ook op. Volgende week de laatste echte finales van het seizoen. Wie gaat er Europa in en wie gaat er de Eredivisie in? Woensdag dus Tim en Snijboon voorspellen op YouTube. En wij zijn er volgende week zondag weer, wellicht met een gast, wellicht met een dronken Thomas van aan de lijn. Wie zal het zeggen? Voor nu Snijboon, dankjewel voor het aanschrijven. Tim, bedankt. Pepijn, goed dat je er weer bent en hopelijk tot volgende week. Hopelijk kijkers, dankjewel.